Mij maakt het echt niet uit, dan kom je van de maan, joh. Als je gewoon een beetje normaal bent en je huur betaalt. Herken jij het fenomeen dat Nederlandse studenten vaak enkel naar Nederlandse studenten zoeken als ze een nieuwe huisgenoot willen vinden? Ja, ik denk dat dat wel vaak gebeurt. Ja, ik heb het vaak voorbij zien komen in de Facebook groepen. You'll see online Dutch only, or like, you know, when people post on Instagram, oh, looking for a roommate, Dutch only. Advertenties met no internationals. They remind me that they're only looking for Dutch speaking people and they say mean words. I don't think I agree. Really? Yeah, for sure. Dus het komt wel vaak voor en ik herken het ook wel vaker. En als je zelf een nieuwe huisgenoot zoekt, wil je dan ook graag dat diegene Nederlands is? Ik denk het wel. Ja, lastig. Zelf zou ik het niet doen. Kijk, als ik nou een goede vriendin zou hebben die niet Nederlands is, zou het niet uitmaken. Maar als ik voor een onbekende zou gaan, zou ik denk ik wel eerder Nederlands zoeken. To be honest, it makes a lot of sense. Like, I don't really think it's a good or a bad thing. I mean, obviously, it's a lot harder to find a room if you are international. But I think that comes with moving to a different country. Er zitten minder leuke kanten aan en leuke kanten, maar dat is bij elke huisgenoot zo. Ik heb er nooit over gedacht van, nou, die wil ik niet. I think it's very unfair and makes it harder for us specifically, but it is what it is. Kan je er wel begrip voor opbrengen dat sommige mensen dat wel doen? Nou ja, iedereen mag willen wat ze natuurlijk willen, maar als het echt een trend wordt van dat je gaat zien van, hey, ze worden geweerd, dat vind ik wel erg. Nou, ik denk dat het toch iets makkelijker bonden is. Ook omdat het wel fijn is als je bij je huisgenoten echt snel gewoon een goede band met elkaar hebt. En dat je gewoon, nou ja, thuis voelt bij elkaar. Als je bijvoorbeeld één international hebt en je hebt bijvoorbeeld 6 Nederlanders, dan vergt het wel heel vaak van de Nederlanders altijd om altijd Engels te gaan blijven praten. Maar dan creëer je eigenlijk automatisch zo'n scheiding, wat super kut is. Maar als ik iemand leuk ontmoet en die is international, zou ik niet nee zeggen of zo, zeg maar. It's not about race, but it's more about who you are as a person and your character. Whether you speak Dutch, Italian, German, doesn't matter. Mij maakt het echt niet uit, dan kom je van de maan, joh. Als je gewoon een beetje normaal bent en je huur betaalt, vind ik het helemaal goed.